Vandaag ga ik kijken naar een ruime tussenwoning aan de Vogelvlucht. Dat ligt aan het Apeldoorns kanaal. Een paar jaar geleden hebben ze hier een nieuw wijkje gerealiseerd. Daar staan hele mooie ruime woningen. Hier tegenover, daar heb je het Apeldoorns kanaal met een parkje. Ja, hier kan je heel fijn en rustig wonen. En het centrum is ook nog eens op fietsafstand. Kijken bij nummer 29. Een woning met een mooie uitstraling door de mooie architectuur. Parkeren kan zowel voor als achter de woning. Bij de bouw is ervoor gekozen om deze woning direct uit te bouwen. Dat valt hier gelijk op. Je vindt hier heel veel woonruimte. Er ligt vloerverwarming op de begane grond met een mooie PVC-vloer. Ja, veel licht die valt door de grote raampartijen. Je kijkt ook mooi uit op de tuin. In het midden van de woning, daar bevindt zich de keuken. Dat is ook echt een plaatje om te zien, voorzien van alle inbouwapparatuur die je maar nodig hebt. En hier aan de voorzijde, ruimte voor een grote eettafel. En hier kan je heerlijk tafelen met uitzicht op het Apeldoorns kanaal en het groen. De eerste verdieping ziet alles er ook weer verzorgd uit. Je vindt hier twee grote slaapkamers en de badkamer. De badkamer is ook luxe uitgevoerd. Ook weer voorzien van vloerverwarming. Verder is er een lichtbad, een inloopdouche, een toilet en een dubbele wastafel. Door de cubistische bouw vind je hierboven ook nog heel veel ruimte. Qua indeling eigenlijk identiek als de eerste verdieping. Ook twee hele grote slaapkamers, dus vier in totaal. In het midden van de woning daar zit nog een technische ruimte. Plek voor je wasmachine, de kerstballen, noem het allemaal maar op. En ook hier heb je weer een mooi uitzicht op het kanaal en het groen. Niet alleen het huis is verzorgd, ook de tuin ligt er erg leuk bij. Op het zuidwesten gelegen, dus lekker zonnig. Zo'n elektrisch zonnescherm komt zomer zeker van pas. En achterin de tuin heb je een houten berging en achterom. Als jij een jonge tussenwoning zoekt, met heel veel wonen op een vlak en op een leuke locatie langs het Apeldoorns kanaal, dan moet je hier zeker komen kijken. Bel me snel mijn buurman makelaar daar voor een afspraak.